Het is eigenlijk net een soort dorpje, hè? Waarom gaan wij gewoon niet een soort van dorpspoort maken of zo? Om mijn schoentjes weer vies, mijn Nike Airs. Yo, wat op mensen, wat ik nou al deze aan het gamen. Welkom bij de gloednieuwe aflevering van natuurlijk Minecraft Survival. We zijn weer terug in onze mooie Minecraft wereld. Ik ben Thijs van Alphen, de mensen die dat nog niet wisten. En vind je deze aflevering nu al leuk, dan even dat blauwe duimpje omhoog. 12 likes zou super, super, super tof zijn. Oké, jongens, vandaag gaan we natuurlijk weer lekker door in onze Minecraft Survival. En waar ik aan dacht is om, want ik zat zo te denken van, ja, wat moet ik nou echt gaan doen in mijn Minecraft Survival? Doe, we hebben een klein vissershutje, we hebben een toren, we hebben een farm, we hebben een huis, we hebben een, hoe heet dat ding ook weer, enchantment huis, we hebben een nether portal, we hebben een opslagruimte. Wat moet ik nog meer maken? Toen dacht ik, het is eigenlijk net een soort dorpje, hè? Waarom gaan wij gewoon niet een soort van dorpspoort maken of zo? Die wou ik hier gaan maken. Hier zo. En dat je hier gewoon een soort van een poort hebt of zo. Waar je dan doorheen loopt en van kijk, ik ben hier in de stad. In het dorp. Laat ik het daarop houden. En die wou ik hier aan deze kant ook gaan maken. Dus, ik had een design geworden. Een simpel design gevonden. Trouwens, ik moet hier nog steeds een weggetje maken. Dus die kunnen we vandaag ook wel eens even gaan maken. Want daar wordt het ook wel eens tijd voor. Want elke keer moet ik hier zo over het gras heen lopen. Worden mijn schoentjes weer vies. Mijn Nike Airs. Dus dat moet niet gebeuren. Dus dan dacht ik van, laat ik een weggetje maken eerst te beginnen. Dan eventjes gewoon een stad maken, weet je wel. Gewoon, we gaan gewoon een stad maken. Gewoon een stad. En misschien kunnen we dan later nog wel, mochten we dat voor elkaar krijgen. Trouwens, ik denk dat ik eventjes iets doortrek dit pad. Waar echt in die stad komt. En dan misschien nog wel een muur omheen bouwen. Dat zou helemaal tof zijn. Dat gewoon, ja, maar dat zou ik ergens in een vakantie moeten doen. Waarin ik gewoon echt heel veel tijd heb. Want over 3 weken of zo. 4 weken. Nee, over 4 weken volgens mij. Of een maand dus. Hebben wij volgens mij kerstvakantie. Maar dat weet ik niet zeker. Dat zou ik even na moeten checken. Maar dat betekent dus dat daar niet elke dag een video online komt. Dat gaat moeilijk worden. Omdat je natuurlijk ook kerst hebt en zo. Maar ik ga natuurlijk mijn best gewoon doen. Om gewoon zoveel mogelijk video's online te krijgen. Want dat willen jullie natuurlijk. Zoveel mogelijk video's. Ik denk dat dat gewoon wel een van de redenen is waarom jullie dit kijken. Nee, omdat jullie... Wacht. Een van de redenen waarom je kijkt naar deze game. Dat is omdat jij video's wilt zien. Neem ik aan. Ja, kijk, is dit een beetje te doen? Want dus een van die redenen lijkt mij toch wel. Oké, dan kun je vanuit hier erin. Een van die redenen lijkt me toch wel dat jij op zoek bent naar vermaak. Toch? Lijkt mij. Dus, dan denk ik, als jij vermaak zoekt, dan wil jij video's zien. Oh, dat ziet er best wel sick uit. Oh, het is nacht. We gaan even slapen. Ook dat moet. Trouwens, vannacht, hè. Oh, Blood for Mercy kwam uit. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar het is het nieuwste album van Yellowclaw. Hij wou niet op iTunes uitkomen. Want dat was het eerste album. Was serieus het eerste album van een artiest wat ik ooit heb gekocht. Ik koop normaal nooit muziek. Maar deze heb ik samen gekocht met een vriend. Omdat we het gewoon Yellowclaw gewoon gunnen. En nee, maar in ieder geval, dat terzijde. Wat wou ik nou zeggen? Ja, ik had dus... hij wou gewoon niet op iTunes komen. Hij zou om 12 uur uitkomen volgens mij. Maar uiteindelijk is hij om 1 uur of zo kwam hij op iTunes. Dat betekent dat ik hem toen meteen kon downloaden, op mijn mobiel kon zetten. Maar in ieder geval om terug te komen op dat andere verhaal. Jullie komen hier om video's te krijgen. Dus dan krijgen jullie ook video's. Lijkt mij in de kerstvakantie en gewoon normaal door de week probeer ik gewoon zoveel mogelijk video's voor jullie klaar te krijgen. Maar dat gaat gewoon niet altijd. Want er is ook zoiets als school. Want er is ook zoiets als kranten. Want er is ook zoiets als voetbal. En dan heb ik gewoon niet altijd evenveel tijd om een video in elkaar te zetten. Dan denk je, Thijs, dat is nog niet zo moeilijk. Dan edit je maar niet. Maar alsnog, het is zoveel werk. Dat zien mensen gewoon niet. Mensen zien alleen de video. Denken ze, daar zit nog niet zoveel tijd in. Een kwartiertje. Maar dat is helemaal niet een kwartiertje. Dat is gewoon meer dan een kwartiertje.
Ja, daar zit ik trouwens de hele tijd op te hameren nu. Ik weet nu ook niet hoe het komt. Ik heb echt geen flauw idee. Sinds ik spelling heb gehad bij Nederlands in de vierde, ben ik opeens gaan letten op als en dan. Waarom? Ik heb geen flauw idee, maar het is al. Ik ga even slaps maken, want die zijn goedkoper. Daar. Ik wist dat ik er eentje had hier, want zonder crafting table heb ik geen huis. Dat weet ik wel. Waar was ik ook alweer mee bezig? Oh ja, sinds ik spelling volg. Volg ik al sinds mijn basisschool, man. Sinds ik in de vierde zit en spelling gehad heb, hamer ik opeens op als en dan. Ik weet ook niet hoe het komt. Trouwens, nu bedenk ik me, het is helemaal geen nut meer, maar maakt niet uit. Dit ziet er heel lelijk uit. Dit ziet er al iets beter uit. Beter, hè? Nou, dan gaan we het even weghalen. Zie ik jullie zo meteen, want anders moet ik helemaal volgen en het aflevering is al lang. Dus tot zo. Oké, jongens, we zijn weer terug. We hebben het even gefixt. Ik zit eraan te denken om aan deze kant gewoon hekjes te doen, maar... Nou ja, ik vind het wel helemaal mooi zo. Oké. Wij gaan eventjes wat eten en dan gaan wij beginnen aan die stadspoort daar. Ik had een example, oftewel een voorbeeld gevonden op het internet. Alleen moet ik even kijken met wat ik ga doen. Ik denk waarschijnlijk met dat, met gewoon deze en met die. Denk ik. Want dat, ik denk dat die combinatie, dat blijft gewoon zo super tof. En dat is ook gewoon de hele combinatie waarin ik heb gebouwd. Overal. Even kijken, waar ligt dat ook alweer in? Hier. Heb ik daar genoeg voor? Kijk, ik heb 1, 2, 3, 4, 5. Ik heb er 6 nodig. Nee, daar hebben we niet genoeg. Nee, dan hebben we niet genoeg. Ah, nee, hè. Dan moeten we eerst nog eens klei gaan verzamelen. Heel tyfusend ver weg. Nee, hè. Oké. Nou, dan gaan we maar gewoon even klei verzamelen. Daar wel ergens. Dat moet ook gebeuren. Ik denk dat ik gewoon een timelapse ga doen. Want, anders dan moet ik weer de hele aflevering vol lullen. En dan heb ik eventjes niet de respectstof voor. En bovendien gaat het sneller. Want ik wil vandaag wel eventjes wat... Zo, we hebben wat klei verzameld. Meer als een stek. Gewoon heel dicht bij je huis. Ik wist niet dat het zo dichtbij was. Maar ik hoop dat ik deze troep zo in de furnace kan gooien. Want normaal krijg ik natuurlijk door geen silk touch, krijg ik gewoon normale kleine stukjes klei. Daarna moet ik zo, krijg ik brick. Nee, krijg ik bricks, ja. En met daarmee kan ik de dingen doen. Kan ik bloks maken. Maar nu, kan je dit zo doen? Nee. Ik heb geen flauw idee of dit wel in een furnace kan. En anders dan moeten we met een andere schep, met gewoon een iron shovel of zo, moeten wij het even kapot hakken. Ik hoop dat die dingen erin kunnen. Please. Dankjewel. Oké, ze kunnen erin. Ik heb alleen geen kool meer. Oh jee. Ik heb nog genoeg kool. Nee. Kut. Ik wil geen hardened clay, want daar heb ik niks aan. Heb ik toevallig hier nog... Nee. Shit. Fucked it up real bad. 1, 2. Dan moeten we het helemaal gaan kapot hakken. Dat ga ik doen door middel van de toren te bouwen, want dat vind ik leuk. Eerst even slapen, dan ga ik een toren bouwen. Misschien kan ik dan wel eventjes zo in timelapse zetten. Dat zou wel super tof zijn. Ja, dat ziet er super tof uit. Oké, dan ga ik dat even regelen. En dan zien jullie zometeen mij een toren bouwen. Tot zo. Oké, we zijn helemaal bovenop. Helemaal bovenop. 32 chunks. Kijk, laat eens even, jongens. 32 chunks, oké. Maar in ieder geval, wat wij kunnen zien is de village, ons dorpje. En natuurlijk het hele landschap. Het is
super tof om te zien. Ik zet hem gewoon zo even terug naar 16, want het laden duurt toch fucking lang. Gewoon ja, 16. En we gaan dus naar beneden hakken. Tot beneden. Dit ga ik niet in de tuin opzetten. Oké, we kunnen aan de slag. We hebben wat bricks gefixt. Helemaal mooi. Dan gaan we er eindelijk aan de slag. Dus, maken we trapjes. We gaan... Oh nee, we zijn nog helemaal niet klaar. Bedenk ik me nu. We moeten nog steeds een stuk doen. Dus even kijken. Die even meenemen. Dan maken we daar wat slaps van. Zo. Want we moeten nog een stukje van de weg maken. Daar. Want dan had ik afgesproken dat ik dat zou doen. Had ik deze even weg. Die zet ik dan even hier neer. Moet ik deze bomen eerst even helemaal weghalen. Jongen. Doe het even. Ja, deze ook nog. Deze ook nog. En doe deze ook nog maar. En deze. Eén, twee, dus zo. 1, 2, en als ik dan deze zo doe. Hebben we de 3. Oké. Zo. Het begint alweer nacht te worden, jongens. Alweer. Nou, ik vind dat hier prima. Dus gaan we het zo doen. Oké, okay. We got this. Eerst even slapen, lijkt mij. Dus we rennen naar ons bed. Rennen. Oké, okay. Dat was niet zo'n slim idee. Wop, voordat de monster sprang, Thijs. Maar we hebben nog steeds een piece. Nee, normaal staan. Oké, okay, chill. Trouwens, als je rechts onder, links onderin. Creative mode en spectator mode. Ik er niet. Want ik ben van Hall Games. Zwaar. Die naam kan ik. Oh nee, die beesten zijn dus al gespawnd. Ja, je maatje is dood, hè? En nu ben jij ook dood. Lul. Kijken. Zo. Oh, nou dan doen we het tot hier. Zo. En doen we hier zo de poort. Ik denk 3 dik. Dat lijkt me wel mooi. Zo. Oké, okay, genoeg uit. 1, 2, 3. Dat plaatje erbij. Zo, ja. 1, 2, 3. Fuck, wil ik dit gaan doen? Oké. Zo. Eén, drie. GG thuis. Zo. En dan hierboven.
weer 3. En jij weg. Nou, haal hem hier al meteen weg. Als je het zo wil, kan het allemaal, hè. Zo, en dan. De tegenaan. Dus zo. Maar dan heb ik... Nee, andere kant. Maar dan heb ik meer brik nodig. Gaan we dat even halen. We hebben gewoon een stadspoort, jongens. We bouwen een stad. Stad, stad, stad. En nog loop ik niet via de wegen. Het slaat nergens op. Ik neem altijd de binnenweg. Het is zo slecht weer. Even kijken. Jij... En jij, en jij, en jij, en jij, en jij. Oh, jij, hier zit geen kool meer in. GG. Alsjeblieft, jong. Ga maar lekker koken. Koken. Oké. Zo. En die nog eens. Dan kunnen we eventjes wat trappetjes van. 16 stuks. Moet dat genoeg zijn? Dat moet zeker weten genoeg zijn. Even kijken. En moet er zo tegenaan. Ja. En dan een slap. Oké. Ik had die. Ja. Precies. Zo. Precies 3. Kiek. En dan hadden ze hier ook nog. Zo. Ja. Maar ik weet niet of ik dat ga doen met fences. Kan ik op zich wel doen. Ziet er wel tof uit. En dan daarbovenop. Dat is nou typisch iets voor ons. Crafting tables. Even kijken. Ik heb nodig. Fences. Die liggen hier. Dat zijn er niet genoeg. Dat weet ik al. Moeten we nieuw maken. Zoveel. Dit zijn hoop ik wel genoeg. En dan 2 crafting tables. 1 en dan dit. Ja. 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 Dan pak ik die ook nog even. Het ziet er eigenlijk niet uit, hè. Wat hadden die mensen erop? Een hopper. Nou. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Een mini stadpoort. Maar het is er één. Eentje waar we trots op zijn. Hoop ik. In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. We hebben een stadspoort gebouwd. We hebben officieel een stad gemaakt. Onze stad. Ik weet niet, mocht je de naam weten. Waarschijnlijk weet niemand de naam hiervoor. Omdat ik zoveel kijkers niet heb. Maar dan kun je hem achterlaten in de reacties. Het zou super tof zijn. Als er een naam voor is, voor deze stad. Ik zou zeggen, Stijn gaan staderen. Of... In ieder geval, bedankt voor het kijken en later.